op de bank Emiel. Emiel Gatelband. Wat leuk, ik zit hier in een hele leuke zolderkamer. Met een heel klein cameraatje. Ik kom aangereden met een heel klein tuintje. En ik denk bij mezelf, wat is hier nou aan de hand? Hè? Ik ben allerlei boze beloftes hier naartoe gehaald. En ik moet zeggen, het is voor mij echt gewoon weer helemaal kicken. En weer een heel nieuw leerproces. Dat ik denk bij mezelf, ja, je hebt gewoon gelijk. Op een wc kun je nog gewoon fantastische televisie maken. Dat is het enige wat nu nog nodig is. Ja, het is gewoon waar. Ja. Het is gewoon waar. Dus ook, kijk, ik ben 68. Dus ik leer ook weer eventjes gewoon van, huppakee. Ja. Dit kan je ook doen, hè, vanuit thuis. Goed. Maar ik ben nog steeds natuurlijk een beetje zo'n dinosaurus die nog altijd overal naartoe rijdt, weet je wel. Ja. Ik heb je net verteld waar ik naartoe ging en waar ik naartoe kwam en waar ik naartoe ga. Dus, ik ben natuurlijk een mensenmens, dus ik wil graag onder de mensen zijn. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste. En ik vind het leuk. Hallo allemaal. Goed, maar laten we maar beginnen. Ja, nou, laten we met het begin beginnen. Ja. Ik heb je hier naartoe gehaald omdat ik graag wat van jouw kennis wil snoepen. Ik bedoel, jij loopt al jaren rond. Hier ligt je beroemdste boek. Ja. Mensen kennen het allemaal. Het boek Chaka over NLP. Nou, ik weet niet of de mensen dat allemaal kennen. Nou jawel, daar kennen we je van, toch? Ja, Chaka. Chaka! Ja. Goed, maar ja. Dat, en dus iedereen denkt dat Chaka dat veel ratelmand is. Hou je niet meer mee bezig? Jawel, natuurlijk wel. Ja, elke morgen in de spiegel. En dan kijk ik in de spiegel. Kijk wie is de knapste kerel in de badkamer. Dan kijk ik links en rechts. Sta ik alleen. Dan zeg ik, hé, daar ben ik zelf. Haha, Chaka! Ik geloof je niet. Nu voel je het echt gewoon automatisch zitten natuurlijk. Maar hou je nog bezig met NLP? Wat is NLP? Kijk, Neurolinguistic Programming. Ik heb dat in 86 naar Nederland gebracht. Iedereen is het natuurlijk allemaal weer vergeten. En het is niet uitgekoud, dat wil ik niet zeggen. Maar het is natuurlijk het is dagelijkse kost geworden. Laat het zo maar zeggen. Iedereen voor jou of gebruikt voor iedereen? Het. Ja? Ja, ik heb toch de indruk dat iedereen het gebruikt. Het is ook nog geaccepteerd. Ik weet nog dat ik in 1992 doseerde voor de universiteit in Tilburg. En toen werd ik helemaal verketterd daardoor psychologen, psychiaters, hoogleraren. Want? Ja, en nu wordt het gedoseerd. Dus ja. Ja. Maar ik ben altijd een voorloper geweest, dus wat dat betreft zit ik goed. Maar je geeft hier dus geen seminars meer in NLP? Ik geef geen seminars meer in NLP. Ik heb iets nieuws ontwikkeld, dat is Bodylogic. En dat is eigenlijk veel interessanter, denk ik. En dat laat zien dat we dus hier op deze wereld met een bepaalde bestemming zijn gekomen. Dat we er zelf voor gekozen hebben. En dat de ziel, hè, dus ik noem dat dan de ziel, en dat de ziel hier niet komt om wat te leren, zoals we dat dan geleerd hebben in de reïncarnatie, maar de ziel keert terug om een belevenis te hebben, een gevoel te hebben. En voor dat gevoel heeft hij een lichaam nodig. Dus hij vormt een lichaam en hij bepaalt dus dan ook je ouders, hij bepaalt de plaats van conceptie, hij bepaalt dus hoe de moeder is, hoe de vader is, en het tijdstip van geboorte, het tijdstip van verwekking, sorry. En daardoor krijg je dus een bepaald lichaam. Want je kunt je voorstellen, als je verwekt wordt in januari, worden de andere stoffen gegeten en komen de andere stoffen binnen bij moeder, als dat je verwekt wordt in juli. Je krijgt daardoor een andere vorm, een bepaalde vorm in je structuur, noem ik dat. Dus je hoofd, maar je torso, je handen, je benen, je voeten. Maar ook je organen. En dat bepaalt eigenlijk je perceptie. De meeste mensen hebben het niet eens zo in de gaten, dat wat bepaalt nou je perceptie? Dat is je overtuiging. En dat is die stemming waar je op dat moment in bent. Dat bepaalt je perceptie. Maar hoe wordt dat gevormd? En dat wordt gevormd eigenlijk als het ware in de jeugd. Dat als kind zijnde dat je andere kinderen ontmoet. Die zijn altijd eerlijk naar elkaar toe. En dan ben je dus echt jezelf voordat je geconditioneerd wordt. En dus je bent jezelf. Maar die kinderen reageren ook op jou, wie jij zelf bent. En dan laat je zien wie je bent. En ze accepteren dat of niet accepteren. Dus de echte leider staat op. De echte volger staat op. De initiatiefnemer staat op. En als ik dit verhaal vertel aan de kleuterlijsters, die zeggen allemaal, ja, het verbaast ons altijd. Je hebt een kleuter die wil alleen maar tekenen. Een andere kleuter zit in de klei. Een andere kleuter die wil alleen maar luisteren. Een andere kleuter die zit in de ICT. De andere kleuter hebben allemaal een bepaalde voorkeur. Maar goed, dan begint natuurlijk het bewustwordingsproces. Dan ben je een jaar of 6, 7. En dan weet je eigenlijk niet meer wat je wil worden. Wat je wil zijn en wie je wil zijn. Je vergeet jezelf. Ja, en dan begin je jezelf te beschermen tegen allerlei boze invloeden van buitenaf. En dat is gebaseerd op de leer, de psychonomatica van Aristoteles. En Aristoteles was de eerste wetenschapper die concludeerde dat als je kijkt naar de dieren, dat het uiterlijk van de dieren eigenlijk zijn aard bepaalt. Zijn aard bepaalt. En hoe komt dat dan? In de evolutie is dat dan bepaald. Waarom? Want toen de tijd, vandaag de dag niet altijd meer, sinds de laatste 70 jaar, sinds de telefonie is ontstaan, dus 100 jaar geleden, is het zo dat de eerste contact is altijd visueel. Hmm. En op dat moment moet je beslissing nemen. Of aanvallen, of rennen, of bevriezen. Ja. Er zijn dus drie, er zijn er niet twee, maar er zijn er drie. En dat is altijd visueel. En daarom ziet een olifant er anders uit dan een panter.
Of een slang ziet er anders uit dan een cobra. Of een, dus elk dier heeft een bepaald uiterlijk. En dat hebben mensen ook. Dus mensen hebben uiterlijkheden waarin je kan zien wat zijn karakter is. Zoals jij hebt heel veel ronde vormen. Dat wijst dus op zachtaardig. En dat wijst dus op sociaal. Dat je van mensen houdt. En je hebt een hele grote neus. Vergeleken bij de contouren daarmee. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat je ook een hele eigen sterke wil hebt. Dat klopt en dat allemaal, als er ruzie is. Ja. Dat het dan altijd van jou vandaan komt. Omdat jij niet tevreden bent met de status quo zoals het is. En dat kun je allemaal zien in mijn gezicht. Dat zie ik aan je gezicht. En ik kijk naar je handen. Hè, heel snel. Dus ik ben hier net 2 minuten binnen. Ik kijk naar je handen. En dan zie ik dus dat je hele stevige handen hebt. En je bent eigenlijk een handarbeider. Dat wil zeggen, als je de hele dag achter de computer zou zitten, word je ziek. Dus jij moet sporten. Je moet bewegen. Dus in de tuin of restaureren of verven. Als je niet beweegt, word je ziek. Letterlijk ziek. Dus dat is in jou. Zo, en als ik even kijk naar je benen, hè, dan zie ik gewoon dat je een korte torso hebt. Maar je hebt lange benen. Dat wil zeggen dat je dus eigenlijk zittend werk moet doen. Want je centrum is hoog, dus je valt snel om. Kijk maar naar vrouwen die op stiletto's lopen. Die hebben altijd moeite om te recht. Mm-hmm. Die kunnen niet aarden, als het ware. Nou, dus je hebt ook heel veel moeite om te aarden. Omdat je lange benen hebt. En je hebt ook nog een lange nek. Dus de afstand tussen hart en hoofd is groot. Dus je hebt heel weinig contact met wat er in je lichaam zelf gebeurt. Mm-hmm. Dus dat geeft heel veel wanhoop, vragen in jezelf, in je hoofd, waar je heel druk om maakt. Ja. Zo. Dus dat kun je heel snel binnen no seconde zien. Dus ik heb een nieuw boek geschreven erover. De titel weet ik nog steeds niet. Dat heet dan Body Logic, de logica van het lichaam. Maar iemand anders zei tegen mij, je moet het eigenlijk noemen, Ratelband vertelt het nou nog eens 1 keer. Ja, maar dat klinkt zo interessant. Dat klinkt zo eigenwijs. Ja. Dus daar heb ik ook echt niet zoveel zin in. Nee. Dus, maar het is interessant, want je zou dus bij een sollicitatiegesprek die cv gewoon opzij moeten smijten. Ja, en zo is het ook. En gewoon naar het lichaam kijken. Maar dat weten we al, want als we een team hebben en we hebben allemaal doeners, dan gebeurt er natuurlijk niets. Hebben we allemaal denkers, dan gebeurt er ook niks. Ja. Snap je? Dus in een team heb je mensen nodig van verschillende geaardheid. Nou, daar hebben we de vragenlijsten over. Maar het past natuurlijk niet in de tijd. Ja, want Ratelband past nooit in de tijd. Want Ratelband is alles een tijd vooruit. Om iemand visueel te beoordelen. Want dat mag natuurlijk niet. Ja. Sylvana Simons wordt natuurlijk uitvoerig in het boek beschreven. Hè, waarom ze dus niet past in de politiek. Waarom ze ook mislukt is in de politiek. En waarom ze ook altijd de eeuwige verliezer zal zijn en zal blijven. Waarom is dat? Als je kijkt naar haar lichaam. Hè, je kijkt naar haar lichaam. Zijn het heel veel rechte vormen. Het is niet de kleur. Nee, heeft dat niets met de kleur. Dat is waar je aan zou gaan denken. Het is heel leuk dat je dat gelijk zegt. Want ik heb namelijk foto's laten zien van Kluivert. En van Humberto Tan. En van Donald Jones. En van Sylvana Simons. Dus dat zijn 4 gekleurde mensen. Maar bij al deze 4 heb je totaal andere sensatie. Weet je nog wie Donald Jones was? Ja, met dat ronde brilletje. Met dat ronde brilletje. Van Adele Bloemendaal. Van Adele Bloemendaal, exact. Zo. En dus er is nog nooit iemand Donald Jones gediscrimineerd. Of Humberto Tan gediscrimineerd. Of Kluivert gediscrimineerd. Want die hebben een hele andere vorm als Sylvana Simons. Die heeft allemaal helemaal rechte vormen. Het zit hem in de vorm. Het zit hem in de vorm. Dus ik noem de structuur. En dat wil zeggen dus dat de rechte vorm, dus haar spieren, haar musculair en haar botten zijn overmatig ontwikkeld. Zo, dus je kunt ook zelf zien aan wanneer zij verwekt is. Niet wanneer ze jarig is. Dus het is eigenlijk omgekeerde astrologie. Je ziet wanneer iemand verwekt is. Ja. En dus op dat moment bepaalt dus de inname van voedsel. Want je kunt je voorstellen, als je kijkt naar de verwekking, de eerste 7 dagen, dan nestelt zich het zaadje, nestelt zich het eitje en nestelt zich in de baarmoeder. Dan de 21 dagen, dan vormt zich eigenlijk het zenuwgestel. De volgende 63 dagen vormen zich de organen. En de volgende 189 dagen vormen zich de botten en de rest van de vezelstructuur, zoals de spieren. Dat zijn bij elkaar 280 dagen. Dus mooi, hè? 7, 21, 63, 189. Die bij elkaar 280 dagen. Zo. En als dus in een van deze fases er een teveel aan stress is, of er is een teveel aan bepaalde voedingsstoffen, of een te weinig aan voedingsstoffen, of er is iets verkeerds. Dus bijvoorbeeld iemand rookt in een bepaalde periode. Iemand drinkt te veel in een bepaalde periode. Iemand gebruikt 1 keer drugs in een bepaalde periode. Terwijl de blauwdruk aangemaakt wordt. En de blauwdruk wordt dus aangemaakt van het zenuwgestel. Ja. Of van je hart. Of van, maakt niet uit. Of van je spieren of zo. Is dat onderontwikkeld of overontwikkeld? Zo. En als het onderontwikkeld is, moet het dus altijd harder werken om bij te komen. Maar is het overontwikkeld, is er een hele kwetsbare situatie. Zo. Dus de ziekte, de kanker en dergelijke die je krijgt op oudere leeftijd, maar vooral op de jongere leeftijd, zitten dus als het ware al ingeprogrammeerd. Door het voedsel
en de state of mind van moeder. Waarom iemand jongen of een meisje is, hè, dus mannelijke trekken heeft of vrouwelijke trekken heeft, is ook heel interessant met vandaag de dag met de transgender discussie. Of ja, discussies zijn alweer voorbij. Maar de transgender, waarom komen er nou steeds meer gays? Waarom komen er nou steeds meer transgenders? Want dat was gewoon 100 jaar geleden of 50 jaar geleden, was het er niet. Nee. En als je dan kijkt in de geschiedenis, je kijkt naar de Feniciërs, of je kijkt naar de Romeinen, of je kijkt naar de Grieken, of je kijkt ook naar de Chinese beschavingen of de Japanse beschavingen, dan zie je dat aan het eind van de beschaving, heel raar, maar eigenlijk ook heel verklaarbaar, dat het voedingspatroon zich verandert. Want mensen gaan minder fysiek werken. Daardoor komt er een andere werking in het lichaam van die vrouw die dus minder vlees eet. Minder zwaar stoffen tot zich neemt. En daardoor komt dus een hele andere hormonale werking, waardoor er gewoon veel meer niet-mannelijke of niet-vrouwelijke wezens, mensjes in die baarmoeder komen. Dus heel logisch. Klinkt logisch. Zo. En nu gaat het erom, kijk, Radelman staat daarom bekend van NLP. NLP, hartstikke mooi verhaal, het handboek van je hersenen. Maar hoe kan ik er meer door verkopen? Hoe kan ik er beter door communiceren? Hoe kan ik er beter zelf beter mee overweg gaan met mezelf? Hoe kan ik conflicten vermijden of conflicten dus oplossen in mijn hoofd? Hoe kan ik met stress omgaan? Zo. En dit is eigenlijk een beetje hetzelfde, alleen dus naar jezelf te kijken in de spiegel en te denken van, ik zie er zo uit, maar waarom ben ik nou op deze wereld? Wat is nou de boodschap die ik heb te delen? Ja. Hè? En hoe moet ik mijn dag nou invullen? En dat staat dus allemaal geschreven op je lijf. Want een mier, die een andere vorm heeft dan een bij, moet andere dingen doen dan die bij. Ja, heeft hij ook de tools voor. Heeft een bij heeft vleugels. Ja, precies. Ja. Een buffel moet andere dingen doen in zijn kudde als een zwarte panter of een leeuw. Maakt niet uit wat het is. Zo, dus iedereen heeft een taak in het geheel. En bij de dieren is dat altijd zijn tweeledig. De eerste taak is, hij moet zich vermenigvuldigen. Voortplanting, ja. En de tweede is, hij is altijd zijn taak te vervullen in de voedselketen. Zo. En wij mensen is niet anders eigenlijk. Alleen wij zitten niet meer in die voedselketen. Nee, we worden niet opgegeten. Precies. Nee. Exact. Dus we zullen iets anders in de melk moeten blokken. Maar dus het gaat erom dat, als je dus gelooft in evolutie, dan is dit dus gevoelens fressen. Want dan is dit dus gewoon, dan ga je dus ook begrijpen waarom je die twijfel hebt. En dat zit in de vorm van je hoofd. He, want we weten allemaal dat het moment supreme van schoonheid is symmetrie. Kijk maar naar Jolie, hoe heet ze ook weer, die vrouw van Brad Pitt? De ex, Angelina Jolie. Angelina Jolie. Kijk naar Douze Kroes. Nou, naar mooie het mensen. Klopt. Het klopt gewoon. Het is gewoon harmonieus. Die hebben ook, daarom, baby's kijken altijd naar symmetrische vormen. Dus door symmetrische vormen, die zijn in de muziek, die zijn in de architectuur, die zitten in de bloemen, maar die zitten ook in mensen. Daarom is dat de toppunt van schoonheid. Ja. Op jouw site staat ook een filmpje waarbij de ene helft van een lichaam of van een gezicht kopieert naar de andere helft. Ja. Wat zegt dat? Nou, dat laat je dus zien, want de meeste mensen hebben verleerd om te leren kijken. He, want ik kijk naar jou en ik zie gelijk dat je linkerkant groter is dan je rechterkant. Maar dus dan, als je wat dat opklapt. Als ik dat dan opklap, dus ik doe twee keer rechts en twee keer links zo. He, dus dan klap ik hem open zo. Dan zie ik dus gelijk, bijvoorbeeld bij Adolf Hitler, dan zie je dus gewoon dat hij zo'n hoofd heeft. Ja. Dus die was zo idioot. Die kon dus ook niet anders. Dan idioot zijn. Dan idioot zijn. Maar dat hadden we al op vroege leeftijd kunnen herkennen. Ja, precies. Maar dat als je dus een foto maakt van jezelf, dan zie je dat of je linkerzijde of je rechterzijde is meer of minder ontwikkeld. En we zien dat met geestelijke gehandicapten, zie je dat dus ook heel duidelijk. Dat kun jij zien en dat zie ik. Want je ziet die misvorming. Ja, er klopt iets niet. Er klopt iets niet. Of je ziet een lullipieter. Hè? Bijvoorbeeld het hoofd is altijd 1/6 van je lichaam. Maar bij een lullipieter, een lilliputter, is het 1/5 van zijn, van zijn lijf. Of 1/4. Ja. Dus je denkt, hé, wat raar, wat vreemd. Ja. Zo. Dus je kunt het zien als je wilt. Maar wat kunnen we ermee? Je kunt er beter door verkopen. Oh, als je iemand ontmoet, dan weet je wat voor type je bent. Ik weet, als ik nou jou een auto wil verkopen, dan ga ik meer op de sociale tour. Dus jij gunt het mij dat ik jou die auto verkoop. Ah, heb jij nou rechtere vormen, dan ben je een mannetje, dan ga je op acties. Dus dan verkoop ik die auto op snelheid. En op dat je de bing bent. En dat je gewoon dat iedereen jou toffe gozer vindt. En dat je daarmee kan blitsen. En zou de politie hier ook iets mee kunnen? Dat is natuurlijk de discussie van de jaren of 60 geleden. Hè? Dat was toen Lambrosa-toestand. Daar kun je ook wat mee. Want kijk,
mensen vinden dat natuurlijk altijd heel vervelend als ik dat zeg. Alleen is eigenlijk iedereen het met me eens. En dan stel ik de volgende vraag. Ik heb dan foto's bij me. Hè? In zo'n seminar heb ik foto's bij me. En laat ik een foto zien van iemand van de VMBO. En ik laat een foto zien van iemand van het gymnasium. Mm-hmm. En dan vraag ik wie van deze twee heeft de hoogste opleiding. En dan 100% wijst dus naar deze. Dat zien ze. 100%. Zie jij ook. Niet met de kleding te maken? Nee, niets met de kleding. Nee, ze hebben geen kleding aan. Je ziet alleen het hoofd. Je aan het hoofd zien wat iemand... Aan het hoofd zie je... Dus iedereen... Kijk, daarom willen heel veel kinderen niet naar de VMBO. Want dan zitten ze in een bepaalde groep van mensen. Zo. Je kunt toch zien, een echte notaris herken je toch altijd? Hm. Ja. Een echte dokter herken je toch altijd? Ja. Een slager herken je toch? Een slager heeft koppers en varken. En altijd hele dikke vingers. Nee, maar even. Ja, ja. Kijk, het is een stereotype, maar het is gewoon waar. Herkenbaar. Maar ja, oké. In de verkoop kan ik me nog iets meer voorstellen. Bij de politie kan ik me nog iets meer voorstellen. En hoe werkt dat in de liefde dan? Nou, dat is hetzelfde. Dus kijk, als jij jezelf leert kennen. Want ik weet niet waar dit interview naartoe gaat. Maar het is zo, dat lampje brandt. Is dat wel aan of niet? Nog uit? Oké. Maar, nee, goed. Maar kijk, in de liefde is het zo dat als jij jezelf kent. Hè, dus je weet wie je bent. Je weet waarom je op deze wereld bent gezet. Mm-hmm. Je weet wat je doel is. Dan is het natuurlijk heel makkelijk om iemand te vinden die daaraan voldoet. Want houden van is natuurlijk iets, is heel subjectieve ervaring natuurlijk. Want hoeveel keer ben jij al verliefd geweest? Hoeveel vrouwen zijn er al verliefd op jou geweest? Nou, bij mij misschien, heel veel. Hè? En ik op hen. Vroeger dacht ik, ik kan maar één keer verliefd worden. En dan kun je maar één keer houden van. Zo, maar ik heb nu een laatste relatie. En die vrouw is 26. Dus ik ben 68, ben een oude lul natuurlijk. En zij is een jong bloemetje. En je zou zeggen, nou, dat past helemaal niet. Maar we passen zo mooi bij elkaar. Dat is echt ongelooflijk. Ja, waarom? Omdat zij mij aanvult. Want ik ben natuurlijk een man die heel demanding is. Heel autoritair is. Maar ook heel lief en zacht is. En dus die andere, die haalt het slechte naar boven. Of het goede naar boven. Ja. En dus dat voel je. En vandaag gebeurde er wat. En ze deed iets waar ik het niet mee eens was. Dus ik zei tegen haar, ik zei, nou, je kunt het beter anders doen. En toen zegt ze van, ja, nee, maar dit en dat. Ik zeg, maar we zijn bij elkaar om elkaar te verstikken. Ja, ze zegt, je hebt gelijk, ik doe het toch. Zo, snap je? Ja, dat is mooi. Dus voelde zich niet aangevallen. En andersom ook, vertel En andersom ook, ja, andersom ook. Dus tegen mij, ik zit in scheiding met mijn kinderen, daar allemaal drama's. Mijn laatste ex, we zijn nu geloof ik al we zijn al 5 jaar uit elkaar. Ik sta elke week voor de rechtbank. Het gaat om de poen of het gaat om de kinderen. Dat is altijd natuurlijk daar, altijd gedoe. En daar helpt ze me mee. En zulke wijze woorden. Ja. Want ik was op een punt gewoon vorige week dat ik dacht bij mezelf, ja, nu kap ik ermee. Dit heeft geen zin. Die kinderen zitten ertussen. Die kinderen gaan er kapot aan. Dus ik moet ermee kappen. Met haar? Ja, met mijn ex. Ik moet de kinderen niet meer zien. Oh, zo. Weet je wel zo? Dus ik dacht bij mezelf, ik wil die kinderen niet meer zien. Want dat is misschien beter, dat is beter voor die kinderen. Dus laat het maar. En toen zegt ze tegen mij, ja, maar dan laat je die kinderen alleen. Ik zei, ja, lief, dat heb ik ook altijd gezegd, dat ik dat niet moest doen. Maar toch denk ik nu dat het beter is. Dan zegt ze, maar je hoort toch wat hij zegt? Dus je hoort wat hij zegt. Je hoort wat zij zegt. Dus je kunt ze toch niet alleen laten? Je hebt gelijk. Hup, dus we gaan weer verder. Dus jij neemt advies aan, zou iemand zeggen, dan een 68-jarige neemt advies aan van een 26-jarige. Ja. Wat weet zij nou van het leven? Dat zouden mensen kunnen denken. Zij, ik ben een heel emotioneel mens. Kijk maar naar mijn kop. Mm-hmm. He, ik ben heel emotioneel en zij is heel rationeel. Zij kijkt daarna op afstand en vult mij dus giga aan. Terwijl mensen denken dat jij hier de rationele van stelt. Nee, ik ben helemaal niet rationeel natuurlijk. Dus maar als je goed kijkt naar mij, maar de meeste mensen verblinden zich eigenlijk. Hè, doordat wat ik een grote mond heb en ik schreeuw en ik tjaka roepen. En die kijken naar mijn mimiek. En die zien niet dat ik heel veel ronde vormen heb. En die ronde vormen wijst nou juist op zachtheid. Op van mensen houden. Ja. Want ik doe altijd alles voor mensen. Ik zeg nooit nee tegen mensen, nooit. Nee, dat blijkt nu ook maar weer. Want je hebt al vandaag 3 afspraken, je komt toch nog deze kant op. Nee, hadden we afgesproken, dus dat is voor mij heilig. Ja. Ja. En komt er ooit een punt, denk je, Emiel, dat je denkt, dit is mooi geweest, ik ga lekker in mijn tuin zitten? Nou, ik heb mijn planning gemaakt tot mijn 94ste, want ik word 94. Ja? Ja. En dus ik heb nog heel veel te doen, dus ik heb nog 26 jaar te gaan. Dat is ook heel leuk voor mijn kleinste kinderen natuurlijk, die 8 jaar zijn, die 8 jaar is. Dus ik heb gezegd, luister lieverd, ik verlaat jou pas als je net zo oud bent als Sharon. Die is nu 34. En de oudste van 42, die zeggen, nou pa, dan zitten we wel aan de AOW. Ik zeg, nou, ik denk niet dat jij tegen die tijd, als ik 96 ben, dan ben jij dus dan een beetje 68. Ik denk niet dat jij nog AOW krijgt, vriend. Dat zul je pas krijgen als je 74 bent. Ja. Hey, waar haal je nou de energie vandaan? Want je hebt vannacht 4 uurtjes geslapen of zo? Ja, 3 uur.
Ja, waar haal je de energie vandaan? Nou ja, dat geheim, dat vertel ik tegen iedereen, want iedereen vraagt het altijd. Dat is gewoon dat ik alles wat ik heb, dat geef ik weg. He, dus ik geef altijd energie, ik geef altijd liefde, ik geef altijd aandacht, ik geef altijd tijd. Dus dat is het helemaal geheim. Alleen mensen zeggen, maar ik heb maar 100 op de bank staan, ik kan weer 100 weggeven. Ja, maar als je 100 hebt, moet je eigenlijk 100 weggeven. Ja, en ik moet al 8 uur slapen per dag. Dus ja, en dan moet ik ook nog werken. En dan moet ik ook nog naar de sportschool. En ik moet ook nog boodschappen doen. En ik moet ook nog naar mijn moeder toe. En ja, hoe heb ik dan tijd? Nou, je kunt aandacht geven aan iemand. Ik ben net bij Albert Heijn nog even snel heb ik een banaantje gehaald en een doosje druiven gehaald. Nou, dan lopen daar oude mensen. En dan help ik ze nog eventjes. Of de cashier heb ik eventjes gevraagd of ze klein geld wil hebben. Het is gewoon lief zijn voor andere mensen. En de mensen die kennen mij dan natuurlijk. En die kijken mij aan en denken van, ik dacht dat het zo'n bruut was. Heeft valt eigenlijk wel. En een egoïst. Mensen denken dat je heel egoïstisch bent. Ja, maar ik ben natuurlijk ook egoïstisch. Want dat is mijn ego natuurlijk. Hè? En dat moet ook zijn. Want ik moet natuurlijk aan mezelf denken. Als ik niet voor mezelf zorg, dan kan ik ook niet goed voor jou zijn. Hè, als ik niet goed met mijn tijd om was gegaan, dan had ik nou natuurlijk niet hier op tijd bij je gestaan. Ja, dus niks mis met ego. Helemaal niet. Want dankzij de ego existeer je natuurlijk. Dus om dan te zeggen, ja, de ego is vies. Ja, dat was in de jaren 70, hè. En ik herinner me nog een vriendje, Willem Genen. En Willem Genen ging naar de Bachman toe. En ik wilde graag met hem mee naar Poena. Het was in 1972. En ik zei tegen mijn toenmalige vriendin, wat later mijn vrouw geworden is. Zei ik van, ik wil graag met Willem mee naar Poena, naar de Bachman. Want het lijkt me wel mooi en interessant. En toen zei ze tegen me, als je met hem meegaat, ga ik van je af. Dus ik zei, luister eventjes, maar zo werkt het niet. Toen zegt ze, nou, zo werkt het niet, maar zo werkt het wel. Dus ik ben niet gegaan. En Willem wel. En dat was ik altijd, toch een beetje in mijn... Ik had eigenlijk met Willem mee moeten gaan. Nou, en Willem kwam terug. En Willem ging op de zolder zitten. En ik belde aan en Willem zat op de zolder. Ik zeg, Willem, wat doe je? Hij zegt, ik leef mijn dromen. Ik zeg, ik leef mijn dromen. Hij zegt, ja, zit in, want ik moet het vragen en dan krijg ik het vanzelf. Ik zei, ja, maar Willem, maar je moet er niet op de zolder blijven zitten. Maar je moet er wel op uitgaan. Hij zei, nee, als ik op de zolder blijf zitten, dan komt het vanzelf naar me toe. Nou, hij is 5 jaar later van de zolder afgekomen. En heeft gezegd, ja, want je hebt toch gelijk. Je moet echt toch wel wat doen. Kijk, maar dat is model jaren 70. Ja. Ja? Heb je ooit iets van een guru bezocht? Ja, natuurlijk. Ik heb ze allemaal bezocht. Ik heb in het trappistenklooster gezeten. Daar moest je je mond dicht houden 3 weken. Daar ben ik natuurlijk dan ook gevlucht na 3 dagen. Ik heb in een klooster gezeten in Thailand, een week of 2, 3 geloof ik zo'n beetje, ja. Ik ben met de Shaolin monniken geweest, 3 maanden in China. Ik ben bij de Sai Baba geweest, dat was de man die magnetiseerde, materialiseerde. Sai Baba geweest, daar moest ik in de keuken werken, want die had gauw door dat ik bakker was, dus ik moest in de keuken. En dat is wel echt een leuk verhaal, ik weet niet of het niet te lang is, maar ik moest in de keuken werken. En daar stond dan de kok, zeg maar. Dat was een Australiër. En het was niet mijn doelgroep. En niet mijn bloedgroep. En ik was niet zijn bloedgroep. Dus ik werd in de afwas gezet. En ik moest afwassen. Nou, het was met een zootje, jongen. Er was geen warm water. Er was geen zeep. En alles moest met de hand gewassen worden. Het water moest met emmers gehaald worden uit de pomp en dergelijke toestanden. Maar goed, ik ben dan toch wat dat betreft perfectionistisch. Dus ik maakte schoon. En ik maakte ook de rest van de keuken schoon. En ik maakte de rest van de afvalruimte schoon en dergelijke. Maar na 2 weken dacht ik bij mezelf, ja, maar luister, ik heb het nou wel gehad, dus ik naar Sai Baba toe. Ik zeg, maar luister, ik ben hier gekomen om te mediteren, om yoga te leren, om te leren materialiseren. Ik denk, ik wil ook dat geld halen natuurlijk, hè, wat hij altijd kon creëren. Hij zegt, je moet toch nog een week in die keuken staan. Hij zegt, want dat is wel heel goed voor jou. Dus ik heb nog een week in de keuken gestaan, ik heb het nog schoner gemaakt, ik heb het geverfd, ik heb het lekker door laten luchten, ik heb een systeem gemaakt dat ze het zelf moesten brengen en dat ik het op kon halen dan zo. Dus na een week ben ik weer naar Sai Baba gegaan en toen zei hij, ja, zit die moeder uit. Hij zegt, maar je bent toch nog niet klaar daarvoor. Je moet toch nog een week in die keuken blijven staan. Dus ik weer terug in die keuken, want Sai Baba zei, was natuurlijk waar. Ja. Dus ik ging weer in de keuken staan en ik vroeg aan die kok, laat mij nou eventjes ook een beetje koken. Nou, dat mocht dan. En me schoonmaken en ik gaf hem een dag vrij. Dus ik heb altijd gebarst van de energie, dus mijn hele leven al. En toen dacht ik, na 5 dagen dacht ik, ja, luister, ik ga weg hier. Want dit is dus verlicht zijn. Dus ik heb tegen Sai Baba gezegd, aan je paraplu, ik ben gegaan. Dus het zit in het doen. Want in het doen wordt de geest leeg. Dat is mijn les. Ik weet niet of het zo is, maar voor mij geldt het altijd al zo. Dus een verlichte is vooral bezig. En zit niet te mediteren de hele dag. Nee, dat heb ik geleerd van Willem en dat heb ik geleerd van Sai Baba.
En als ik kijk bij de Shaolin monniken, hè, dat zijn altijd de oefeningen, weet je wel, zo. De chi halen, chi brengen, zo. Hè, dat, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. En dat is natuurlijk zo wonderbaarlijk, dat het over de hele wereld, op alle continenten, eigenlijk allemaal hetzelfde gaat. Dus het moet toch ergens gestuurd worden, zou je bijna zeggen. Hè? En ik ben een groot aanhanger van Rudolf von Däniken. Misschien zegt die naam je al. Nee. Nou, dat waren de boeken in de jaren 60, die verslond ik. Dat was dus de eerste man die zei van de goden waren cosmonauten. En die zei, moet luisteren, God is dus gekomen in de vorm van een engel. En beschreef dat dan, Ezechiël beschreef hij. En als je dan Ezechiël, dus dat is de Bijbel, en je pakt het Oude Testament erbij. En je leest dat Ezechiël, hoe dus dan de engelen komen, met de kennis die we dus nu hebben in 2017. Dan zie je dus gewoon, er komt dus een man, dus die straalt als het licht, met een grote ronde kop. Met bulderend geluid, daalt neder, langzaam, poten van ijzer. Dan denk je, dat is een soort helikopter of een soort straalvliegtuig. Ja. Zo. En dan heeft hij foto's van de Azteken, dat het ingebeiteld is. En dan, als je dan kijkt met wat hij zegt, dan zie je dus in één keer klokjes, wat 1000 jaar oud is, met een hendel en met een stuurtje en zo. Zo. En dan denk je, ja, dat klinkt zo logisch. We moeten ook logisch blijven denken. We moeten ons boerenverstand blijven gebruiken. En zeggen, ja, zijn we zo ontstaan? Uit die oerknal? Of is er dus iets anders gebeurd? En het laatste onderzoek, vorige week stond in de krant, ik weet niet of je het gelezen hebt, op 7 verschillende plekken is de mensheid ontstaan. Heb je het gelezen? Mm-hmm. Zo, op 7 verschillende plekken. En ik heb altijd geleerd dat er zoveel toevalligheden hebben moeten gebeuren, wat je kunt vergelijken. Dat als er een atoombom valt op New York en dan 100 jaar later trekt de atoombom, de radioactiviteit is weggetrokken van de vuilnisbelt. Waar die, en dan staat er in één keer een ronkende Boeing 747 met lichten aan, klaar om op te stijgen. Zoveel toevalligheden hebben er moeten gebeuren om de mens te kunnen laten ontstaan op die ene plek. En nu in één keer horen we dat het op 6, 7 plekken tegelijk gebeurd is. Ja, maar luister, dat kan helemaal niet, man. Geen toeval? Nee. Het toeval bestaat überhaupt niet, maar het is geen toeval. Nee, nee, nee. En geloof jij in iets als vrije wil? Ben jij nu uit vrije wil hier naartoe gekomen? Ja, de wetenschappers proberen ons te laten geloven dat het niet zo is. Ja, dat de hersenactiviteit wat te meten is 7 seconden voordat je iets doet. Ja, nou, maar goed, kijk. Ik geloof datgene wat jij gelooft, dat het ook zo is. Nog één keer herhalen. Dus ik geloof dat datgene wat jij gelooft, dat dat ook zo is. En dat de waarneming altijd een bevestiging is van datgene wat jij gelooft. Ja. Want vraag je bijvoorbeeld aan iemand die christelijk is, ja, maar ik zie God niet. Dan zegt hij, of zij, zegt, maar God is overal. Hoe denk je anders dat je kunt ademen? Ik zeg, ja, maar neus, longen. Ja, nee, maar God heeft jou zo geschapen naar zijn evenbeeld. En kijk eens naar de zon en de maan en de sterren. Kijk eens naar, je denkt dus niet dat dat toevallig allemaal, want dat is het werk van God. Hij ziet dat zo. Hm. Omdat hij het gelooft. Omdat hij het gelooft. Ja. Ziet hij dat? Want hij heeft die bril op. Ja. Maar datzelfde is natuurlijk. Jij gelooft dat vrouwen die blond zijn niet te vertrouwen zijn. Bijvoorbeeld. Hmm. Ja. Ja? Dan wordt dat mijn werkelijkheid. Dan wordt dat jouw werkelijkheid. En mensen zeggen altijd, ja, maar dat hoeft toch niet zo? Jawel. Want namelijk, je herkent dat als dusdanig. Dus het hoeft helemaal niet zo te gebeuren. Ja. Maar je herkent het als dusdanig. Maar is er dan wel één objectieve werkelijkheid? Dan? Die is er niet. Die is er niet. Daarom is het woord stress is ook volledig fout. Want stress is een subjectieve ervaring. Het is jouw verdienste dat jij stress hebt. Je bent het zelf schuld. Ja, maar de schuld is zo'n beladen woord, weet je wel. Schuld is zo'n beladen woord. Zodat je denkt van, ja, maar luister, dat kan je toch niet zeggen. Ja, maar het is niet je eigen schuld. Het is een kwestie van dat je dat niet weet, dat het een subjectieve ervaring is. Zo, net zo goed als ik nu al in mijn nieuwe boek beschrijf, dat dus kanker, dat komt dus voort uit het leven van wat jouw vader en moeder hebben geleid voor de conceptie. En datgene wat je moeder doet. Ik had laatst een vrouwtje in een seminar en ik vertelde dat verhaal. En toen zegt ze, dan kwam ze na een afloop kwam ze naar me toe en toen zegt ze, maar luister eenmaal, zegt ze, ik ben zo geroerd, zegt ze. Ik ben zo geroerd. Ik heb mijn hele leven heb ik me kwalijk genomen. Want namelijk mijn zoontje is ongelukkig, dat wat in de potten en zo toestand. Ik ben zo geraakt door je. Want wat jij zegt is gewoon zo. Want toen ik zwanger was, ben ik in de 6e maand ben ik naar de tandarts gegaan.
En heeft hij een foto gemaakt van mijn gebit. En nu begrijp ik, naar aanleiding van jouw verhaal, dat die radioactiviteit niet alleen maar hier bleef, maar dat dat bloed wat in die paar seconden langs ging, dat het die radioactiviteit meegenomen heeft. En dat het uiteindelijk in die baarmoeder terechtgekomen is. En dus kanker veroorzaakt heeft. En kanker heeft veroorzaakt. Zo, dus ik, dat schrijf ik ook in mijn boek. Ik ben ervan overtuigd dat vandaag over een paar jaar, dat kan nog 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar duren, hè, maar dus op de schaal van de mensleven is het natuurlijk weinig, dat er gewoon gezegd wordt, straks, wil je een kind hebben? Is goed. Met die man? Is goed. En dan moeten jullie alle twee gewoon een jaar netjes leven. Niet roken, niet bepaalde dingen eten, geen stress, leren hoe je gaat met stress om te gaan. Dan kan je dat kind verwekken. En dan, als je dat kind verwekt is, als dat eenmaal in de buik is van mama, hè, de embryo is, dan moet moeder leven volgens een aantal bepaalde regels. Ja, maar niet alles is te voorkomen, Emiel. Als jij buiten op straat loopt en je schrikt enorm van een toeterende auto, ja, dat kan. Nee, maar daar heb ik het ook niet over. Geen kleine dingen. Nee, maar we hebben het over beperken. We hebben het natuurlijk niet over van als je het raam openzet en ik buig naar boven, naar de ruit en ik omdat ik topzwaar ben, dan rol ik naar buiten toe. Nee, natuurlijk, dat mag gebeuren. Dat zijn allemaal lessen die je mag leren. Althans, dat is wat we vandaag geloven. He, dat is vandaag de dag dat de mensen die erover nadenken zeggen, ja, maar luister, maar je leert ervan. Dus het maakt niet uit, als je een auto-ongeluk krijgt, dan heb je ervan geleerd. Nee, maar even bij die zwangerschap. Ja. Wat mocht zij dan wel en niet doen? Bijvoorbeeld geen drugs gebruiken, geen alcohol gebruiken, geen sigaretten gebruiken, weinig of geen koffie zorgen. Kijk, ik zeg tegen mensen altijd, hoe lang kun je zonder voedsel? Een week, denk ik. Een week, twee weken, drie weken. Ja, 3 weken maximaal. Ja. Hoe lang kun je zonder vocht? Niet zo lang, hè? Niet zo lang, hè? Nee. Dus 2-3 dagen. Hoe lang kun je zonder zuurstof? Een minuutje. Een minuutje. Dus wat is het meest belangrijke? Zuurstof. Zuurstof, exact. Nou, oké. Dus je moet vooral ervoor zorgen dat je zorgt dat je lichaam die zuurstof in voldoende mate tot zichzelf krijgt. Veel buiten zijn als je zwanger bent. Veel buiten krijgt. Ja, bijvoorbeeld, ja. Op je blote voeten lopen. Niet op die gympjes kolen. Lopen. Want als je op gympjes loopt, heb je geen uitstraling. Oh, niet door. Ja. Dus altijd op leer lopen of op je blote voeten lopen. Een klein geintje. Ja. En niet onder een elektriciteitsmast gaan leven. Wel even goed kijken van, wat krijgen we te eten? Is er positieve energie is er in het huis? Ja. Zijn er geen stralingsbronnen? Dus kijk, heel veel mensen weten niet dat het beton straalt. Ja. Of hardboard straalt. Zo, alles is energie, alles is elektriciteit. Dus dat we daarover nadenken. Ja. Wanneer komt je boek uit? Ik hoop dat het nu over 6 weken uitkomt. Ja, nee, het zal nog iets langer duren. Maar goed, ik geef het zelf uit. Je kunt het alleen bestellen via de website. Ik leg het niet meer in de winkel meer. Waarom niet? Nee. Verdien je er niks aan? Al die uitgaven? Nee, heeft niks mee te maken. Maar dan moet het naar het Centraal Boekhuis. Dat kost per boek om het op te slaan, kost €2. Dan moet het bezorgd worden naar de boekhandel. Kost €2,50. En dan die hebben het allemaal in conciliatie. Dus als het niet verkocht wordt, komt het terug. Dat kost weer €2,50. Ja. En dan ligt het uit de rotte. Dus laat maar gaan. Ja. Dus gewoon lekker. Over boeken gesproken. Je hebt ook een boek geschreven over Kita. Ja. Toch? Ja. Hoe kijk je daar nu op terug? Het is natuurlijk nog best wel vers allemaal. Ja, dat is vers natuurlijk. Hè? Ja, dat is vers, ben jij nog in de rouw? Nee, de rouw heeft bij mij maar heel even geduurd. Natuurlijk. Kun je mensen daar advies voor geven die zo'nzelfde iets meemaken, hun partner overlijdt? Wat heb je daarvan geleerd? Wat kun je daarvan doorgeven? Ja, nou ja, kijk, dat gebeurt natuurlijk niets. Er zijn een aantal aannames die je moet geloven. Hè, als je dat niet kunt geloven, ja, dan houdt het natuurlijk op. Dus je moet geloven dat alles gebeurt met een reden. Zo, dat moet je geloven. Mm-hmm. Dat moet je dus kunnen geloven of willen geloven. Dus of je moet dat geloof jezelf aanpraten of aannemen. Dus alles gebeurt met een reden. Dus er is geen toeval. Hè? Dus daarom is er ook geen toeval. Het gebeurt dus met een reden. Maar welke reden heeft het dan? En dan kun je allerlei boeken op lazen. Het heeft alleen maar de reden die jij daaraan geeft. Dus je kunt jezelf ziek maken. Hè? Want ik heb zoveel brieven gekregen van mensen. Mailtjes gekregen, telefoons gekregen van mensen. Die ontzettend kwaad op mij waren. Want? Omdat ik erg heel relatief snel weer verder ging met mijn leven. Ja. Hè? Dat was na 3 weken. En dus ik kreeg verwijten van, je hebt niet van die vrouw gehouden. Jij moet langer in de rouw blijven. Waar staat dat geschreven? Hoe lang? En ik kreeg een brief van een vrouw. Die was 17 jaar geleden weduwe geworden. En zij was nog steeds in de rouw. En dus was ik eigenlijk wel een hele slechte man. Dat ik dus na 3 weken daar al zo makkelijk over kon praten. En toen dacht ik bij mezelf, ik heb het toch goed gedaan. Want ik zie al dat ik 17 jaar van mijn leven moet blijven hangen in de gedachte van iets wat heel mooi was. Maar ik heb dat geparkeerd. En op de weg hier naartoe dacht ik daar toevallig nog aan. Eigenlijk, heel toeval bestaat natuurlijk niet.
Maar ik wist niet dat die vraag zou komen. Maar ik heb mijn hele leven kunnen oefenen. Waarom? En heel veel mensen zullen daar ook heel kwaad om zijn wat ik nu ga zeggen. Omdat ze dat niet begrijpen. Ik heb mijn hele leven altijd personeel gehad. Je weet, ik ben broodbakker, ik heb poffertjes, ik heb friet en zo. Ik heb gemiddeld zo'n beetje zo 60 tot 80 man had ik in dienst. En dat was natuurlijk heel veel verloop. Ik was natuurlijk een hele lastige baas. Ja. Maar ook heel veel mensen die vastbleven. Ik heb 4 knechten die leven nog steeds en die hebben meer dan 50 jaar bij mij gewerkt. Maar ook heel veel van die komers en gaanders. Gisteren kwam ik nog een meisje tegen bij Laplace. Die heeft bij mij 3 dagen gewerkt. Die heeft eruit geschopt, want die probeerde te grappen. Dus ik heb in een hele leven heb ik heel veel mensen zien komen en zien gaan. Dus ik heb ook geleerd om afscheid te nemen. Dus ik heb mijn hele leven al kunnen oefenen. Ja. Dus het is net als met het personeel. Ze komen en ze gaan. En dat is geen verschil? Niet, je hebt geen, er is wel verschil, maar het is de... Natuurlijk is er verschil. Maar het gaat om... als je je leven verkent met een fiets, dan is wordt je leven wat groter, breder. Mm-hmm. Dus die denkt, nou krijg ik een bromfiets. Ja. Oh, nou kan ik ook naar Amsterdam toe, vanaf Vinkeveen. En dan krijg je een auto en dan zeg je, nou ga ik naar Groningen toe. Zo. Dus, maar je bent al gewend met die fiets, of met die rolschaats, of met dat stepje, om je wereld te vergroten. Dus het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Er verandert eigenlijk niks. Er verandert natuurlijk heel veel, maar er verandert niets. Ik weet nog dat het brood bezorgd werd met een pakfiets. En toen kwam er zo'n metalen hond, weet je wel, dat was met een bromfietsmotor. En toen kwam er een bestelbus. En toen werd er helemaal niet meer bezorgd, we konden niet meer betalen. En nu rijden ze weer met bakfietsen rond om dus alles te bezorgen. Ja, wat zegt dat? Er verandert dus eigenlijk niks. Het komt allemaal weer terug. Het is de cyclus, precies. Ja. Dus die cyclus. Dus je moet dat goed blijven bekijken. Zou het ook kunnen door het schrijven van het boek dat jij het sneller verwerkt hebt? Natuurlijk is dat zo. Je hebt het in de vorm gezet. Ik heb het in de vorm gezet en ik heb erover nagedacht. En doordat ik die letters er neerzette, dacht ik van, hoe was dat toen? Oh, wat was dat fijn. En ik moest huilen. En hun traantjes vielen dus op het blad waar ik op schreef. En langzamerhand kreeg het vorm. En ja. Hoe denk jij dat het komt dat zoveel mensen een mening hebben over jou? Dat is logisch. Dat begrijp ik ook wel. Want ik ben natuurlijk heel uitgesproken. Ik zeg het is zo. Dus dat wekt weerstand op. Ja, want je moet reageren. Nou ja, heel veel mensen die herkennen zich wel. Maar die denken van, ja, je kunt toch niet zeggen. Of doe dat even op een andere manier. Of, ja, maar dat kun je toch niet maken. Je kunt toch niet maar zeggen zo van. Want we hebben een buurvrouw, een buurman, of het is er zelf overkomen. Ja, maar het gaat erom gewoon, pak jezelf een beetje kladder. Wat wil je nou? Wil je nou zielig zijn? Wil je nou verdrietig zijn? Wil je rancuneus zijn? Wil je boos zijn? Kan wel. Dus wat wil je allemaal? Ja. Of wil je vrolijk zijn, leuk zijn en aardig zijn? Nou, ik wil gewoon klaar zijn voor andere mensen. Ik moet vanavond een seminar geven. Die mensen denken dat ik 2 uur praat, ik maak er 6 uur van. Dus ik begin om 8 uur te lullen en vannacht om 3 uur gaan ze naar huis. En die mensen, yes! En die zijn helemaal dat hem. En zo moet het ook zijn. En ik leer het meeste ervan. Natuurlijk leer ik het. Ik leer er het meeste van. Daarom wil 50% van de Nederlanders wil coach worden. Om de andere 50% te coachen. Ja, omdat ze zelf problemen hebben. Dus elke keer, ik zeg dat ook altijd. Als ik op het podium sta, geef ik mezelf therapie. Ja, nee, dat geloof ik wel. Ja. En heb je nou nog gedoe gehad met die uitspraken over Turkije? Hebben mensen daar nog... Ja, natuurlijk. Maar ook echt fysieke bedreigingen? Of? Ook natuurlijk, ja, maar goed. Maar schrik je daar niet van dan? Denk je niet de volgende keer, nou, ik hou mijn mond wel? Nee, absoluut niet. Nee, geen hou mond die erover denkt. Ook niet wat bijvoorbeeld met Theo van Gogh gebeurt. Dus je kan me voorstellen, je bent een beetje hetzelfde type, geen blad voor de mond. Heb je nou nooit angst dat je denkt van voor hetzelfde geld loop ik hier daar naar buiten en er komt een of andere mafcase met een mes? Nee. Omdat ik geloof dat de hand van God is op mij. Dat verschilt tussen Theo en mij. Ik kende Theo natuurlijk heel goed. Theo die kwam regelmatig bij me eten. En Theo was een volslagen atheïst. En vanuit dat atheïsme sprak hij dus dan ook zo over de islam. Je hoort mij altijd spreken met respect over mensen met een andere geloofsovertuiging. Nee, maar met Turkije, je weet hoe gevoelig dat ligt. Ja, maar mij toch wat uit. Mensen begrijpen Erdogan niet. Kijk, Erdogan, ik heb altijd gezegd, in Turkije heb ik altijd gezegd, ik ben daar bekend vanaf 92. Ik ben dat van 92 tot 96 ben ik daar bijna elke maand wel een week geweest. Jij neemt het voor hem op, hè? Ik neem het voor hem op, ja. Maar ik neem het ook voor Trump op. Ik was de enige bekende Nederlander die voorspelde dat Trump dus president zou worden. Mm-hmm. Ik hoorde achteraf dat Jensen dat ook had gezegd, maar ik heb het nergens gelezen. En toen Trump verkozen werd, was ik blij. Waarom? Om één reden. Het is gewoon één grote klotezooi. Kijk, als je in Nederland kijkt, is het ook één grote klotezooi. Dus we kunnen natuurlijk bekijken dat het allemaal fantastisch is. Maar het is natuurlijk één grote klotezooi.
En er gebeurt gewoon niks. En het is altijd zo, in het bedrijfsleven is het toch altijd zo, en dat is met een relatie is dat zo, met je gezondheid is dat zo, dat je altijd iemand moet hebben van buiten het systeem, die dus op een frisse manier ernaar kijkt en de oplossing aan kan dragen. Einstein heeft dat altijd gezegd. Hij die het probleem veroorzaakt, kan het niet oplossen. Daar heb je altijd een ander voor nodig. Nou, dus je moet iemand van buiten die politiek hebben die het probleem oplost. Ja, in Nederland zitten we weer met hetzelfde clubje. Het is toch gewoon lekker nergens op. Maar als je kijkt naar de bodylogic van de heren aan tafel. Kijk, die Klaver is natuurlijk een geboren Quirrelant. Dat kun je, het is een ontzettend grote neus. Marokkaanse afkomst. Ja? Dus dat Marokkaanse afkomst heeft daar niets mee te maken, maar wel cultuurgebonden. Maar dus? Een grote neus. Een Quirrelant. Dus dat wordt niks? Dat wordt helemaal nooit wat. Nee. En als het met elkaar eens worden, dan duurt het maar heel eventjes. Zo, en als je dan kijkt even naar Wilders bijvoorbeeld. Wilders die past daar ook niet tussen. Dan Wilders wordt al dus qua fysiek al niet geaccepteerd. Ik heb dat in mijn boek ook beschreven. Dus als je kijkt bijvoorbeeld, ik heb in het boek bijvoorbeeld 3 foto's staan. Een van Trudeau, van Canada. Rutte en Le Pen. Wie past niet in dat rijtje? Die zou zeggen Rutte. Nee, als je dan kijkt naar de vorm. Oh ja. Is Trudeau heeft precies dezelfde vorm als Rutte. Intellectueel. Dus. Ovale vorm. Maar mevrouw Le Pen, vierkant en rond. Zo. Dus die passen niet bij elkaar. Dus kijk maar naar jouw vrienden. Jouw vrienden hebben allemaal de gelijke voorkeuren, politieke partijen. Allemaal de gelijke voorkeuren qua drank, qua vrouwen, qua gezelligheid, qua werk en dergelijke. Zo, het is allemaal mensgericht. Maar dus hele koude mensen passen niet bij jou. Daar word jij gewoon heel vervelend van. Nee, dat hebben we wel gemerkt, ja. Nee, goed, ja, okay, maar goed, maar dus een echte manager vandaag de dag is deze ronde. Is deze vorm, recht. Ja. Zo, dit is actiegericht. Kijk, de hele bankcrisis komt door de neus en door de spuit. Door de cocaïne. Door die jongens die bij de bank werken. Het zijn allemaal rechte vormen. Nog sneller, nog harder, nog meer. Niet tevreden, huppakee. Zo, iedereen is dat vergeten. Maar ik ga er eens op letten. Ja. Vroeger was een bankdirecteur iemand die verzamelde. En tegenwoordig is bankdirecteur gewoon van omzet maken. Ja. Tot slot, nog even een vraag in verband met de podcastserie Leven zonder stress, waar dit ook op komt. Ja. Wat is jouw advies dan voor iemand die met een burn-out thuis zit? Ja, een burn-out of stress, hè? Dus ja, is... nou ja. Laten we beginnen met stress. Nou, stress is subjectieve ervaring. Er zijn, er zijn dus verschillende soorten van stress. Je hebt dus de fysieke stress. Hè, dus dat is als ik te veel optil bij spreken, als ik oversport ben. Hè, zo. Dat is een soort, nou ja, dat weet natuurlijk iedereen. Dus ja. Dan krijg je spierpijn, dat voel je wel. Ja. Dat voel je natuurlijk wel in je donder. Hey, maar als je stress hebt omdat je in de file staat, stress omdat het kind s'nachts huilt, stress omdat je geen slaagsvolging krijgt, stress omdat je te lang bij de Albert Heijn in de rij moet staan. Nou, stress, dat is een subjectieve ervaring. Jij hebt geen stress? Ik heb geen stress, nee. Nooit? Nee. Vertel ons het geheim. Nou, om te beginnen, om te geloven dat dat zo is, dat het subjectieve ervaring is. Ik heb geen stress, dat geloof jij gewoon? Ja, geen bestaat natuurlijk niet. Oké. Okay. Ik ben gewoon stressloos gewoon. Dus, en hoe komt dat? Omdat ik gewoon geloof dat heel veel mensen proberen jouw stress aan te praten. En proberen jou te irriteren of vervelend te doen. En ik accepteer dat als dusdanig, dat ze vervelend tegen me doen. Maar ik zie het als aandacht. Dat is ook wel zo, ja. Zo, dus het is hetzelfde. Als ik in de file sta, dan kan ik denken, je komt te laat. En we betalen zoveel wegenbelasting. En die Rutte moeten we zorgen dat er geen file is. En, Nou, dan ga ik ook bevestiging zien. Dan zie ik alleen chagrijnige mensen naast me. Ik word opgefokt en ik ga bumper kleven en zo. En ik denk mezelf, een kwartiertje extra tijd om eventjes de boel op de rit te zetten wat ik vandaag allemaal ga doen. Dus in de spiegel kijken of mijn haar goed zit. God, wat lekker weer is het zeg. En dan zie ik in één keer vrolijke mensen, links en rechts. Ja, depressief. Iemand ziet een depressieve wereld. Ja, en, en iemand die depressief is. Kijk, ja, dat is alleen een kwestie van lichaamstaal. Dus de lichaam moet veranderd worden. En de mensen moeten zichzelf bij de kladden grijpen. En mensen moeten zichzelf een schop onder de kont geven. Maar dat past natuurlijk niet meer. Want je mag niemand een klap meer geven. Jezelf mag je ook geen klap meer geven. Maar je moet jezelf gewoon bij je kladden grijpen. En godverdomme. Wat wil ik nou? Yes! Een kwaad worden. Waar ben ik kwaad op? Ik ben kwaad op hem. Ik ben kwaad op haar. Ik ben kwaad op de maatschappij. Ik ben kwaad op... Yes! Hoezo depressief? Voel je? Mijn ademhaling gaat omhoog. Mijn ogen gaan omhoog. Ik zie dat. Je niet meer inhouden. Ja, yes, natuurlijk moet je expressie zijn. Ja. Want als je niet explodeert, dan implodeer je. Zo, dus voor mij is dat makkelijk, want ik explodeer. Ja. Maar als je dus implodeert, dan gebruik je dus al je kracht die naar buiten zou kunnen gekeerd zijn, om te materialiseren, zoals ik dat noem. Richt je op jezelf en je vernietigt jezelf. Ja, als je dat wilt, is ook oké. Begrijp je? Dan moet je, als je van de brug af wil springen, ik breng je wel even naar de brug. Maar ja, maar dat moet je zelf weten natuurlijk. Maar als je het nou wat anders wil doen, ja, dan moet je dus exploderen. Ja.
Maar worden anderen daar niet de dupe van? Maar het gaat toch om mij? I am the center of the universe. Ja, maar daar komen we. Als jou geleerd is vanaf je jeugd dat het niet om jou gaat, maar dat het gaat om de omgeving tevreden te houden, ik noem maar wat. Ja, dan zit je toch met een overtuiging. Dan moet je dat veranderen. Je moet die overtuiging veranderen. Dus als je nou allemaal weet hoe het werkt, maar je doet het niks aan, dan heb je toch één emotie, en dat is de emotie van spijt. Elke keer weer. En elke dag denk je van, nou, ik ga weer beginnen. Maar hoe vaker je begint, hoe vaker je probeert te beginnen, hoe moeilijker het wordt om weer te beginnen. Stel, me stoppen met roken, of stoppen met eten, of noem maar op. Zo. Dus we weten toch allemaal hoe het werkt. Dus je moet het gewoon doen. Dus stop nou eens een keer met dat oude hoeren. Stop nou gewoon eens met dat denken. Doe het nou gewoon. Ga een kuil graven. Totdat je zo'n klein piemeltje hebt en zulke grote neusgaten hebt. Ja? En dan? Dat je, ja, maar, dan ga je, is je fysiek is anders. Dus dan zweet je. Je stinkt. Je bent de bek af. Ja. Je moet uit die kuil proberen te kruipen die 3 meter hoog is. Dat lukt niet. Dus je moet weer graven. Je denkt jezelf, ja. En je denkt dus gewoon al die tijd, denk je aan iets anders. In plaats van mijn schoonmoeder. En natuurlijk heb je gelijk als je naar je schoonmoeder kijkt. Vandaag over 20 jaar is je vrouw net als je schoonmoeder vandaag. Ja, natuurlijk. Maar als je dat alleen constateert, dan neem je nu de beslissing wegwezen bij haar. Ja? En als je dat niet doet, dan vandaag over 20 jaar niet zeuren tegen mij. Dat ze zo doet. Wat deed je schoonmoeder 20 jaar ook? Of dat ze zo doet. Ja, deed je schoonmoeder 20 jaar geleden ook. Dus als ik jou goed begrijp, gaat het om de keuzes die je nu maakt. Ophouden met alles en iedereen de schuld te geven. Het start bij jou. Maar luister, ja, is daar iets Chinees aan? Nee. Maar toch horen we dat niet zo vaak op het avontuurjournaal. Nee, want de hele maatschappij, kijk, dat is dus de politiek. Daarom ben ik, wat dat betreft natuurlijk ook, ik ben zelf uit in de politiek geweest, dat weet je nog. Leef maar Nederland. En ik ben eruit gegaan. Waarom? Gewoon omdat al die mensen die daar zitten, er zijn er misschien een paar uitzonderingen in het begin. Hè, dus die Thierry van de Forum voor Democratie, geloof ik dat hij nog enthousiast is en geloof nog dat. En Wilders heb ik ook een hoge pet van op. Maar als ik kijk naar Rutte en ik kijk naar die D66-clan. Die Emil Roemer vind ik ook een goede gozer. Maar ja, die is langzamerhand ook al een beetje gedeformeerd. Dus het systeem houdt zichzelf in stand. En er verandert dus niets. Want bijvoorbeeld, ik kwam hier naartoe rijden vanochtend. Ik zat om 6:45 in de auto. En was file. En ik denk, nou, ik heb even tijd om even door te denken wat ik vandaag moet doen. En ik had hem op Flitsmeister staan. Dat heeft mijn vriendin gedaan. Dat heeft natuurlijk mijn vrouw, die net zo oud is, dus ik had nooit van Flitsmeister gehoord natuurlijk. Maar omdat ik zo'n jonge vriendin heb van Flitsmeister. En toen zegt die Flitsmeister in één keer tegen mij, rechtsaf, sluip weg. 15 minuten eerder op haar bestemming. Ik denk, zou ik het doen, zou ik het niet doen? Want ik had nog nooit gehoord. Ik denk, ik doe het. Ik experimenteer. Dus, en ik was 15 minuten te vroeg op de bestemming. En toen dacht ik bij mezelf, zo zie je maar. De overheid maakt er een klotezooi van. Ze lossen het niet op. Wij blijven betalen. Precariorechten, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, wegenbelasting, BPN, noem het allemaal maar op. En zij lossen het niet op. En wie lost het op? Het bedrijfsleven. Meneer Google investeert erin, want die heeft al die straten opgenomen. Die investeert erin en die maakt er een verdienmodel van. En die lost het dus op dat als ik in de file sta, dat ik 15 minuten eerder op die plek ben. Ja. En zo is het dus eigenlijk met alles zo. Dus de overheid zijn managers, die managen de boel. Maar wij verwachten van die managers dat ze visie hebben. Ja. Maar, mag je toch ook verwachten? Maar dat zijn nee. Die hebben ze niet. Ze passen op de winkel. Ze passen op de winkel. Het is net als de tweede generatie van succesvolle ondernemers, schrijf ik ook in mijn boek. De vader denkt altijd dat die kinderen net zo dezelfde giften hebben, dezelfde talenten hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want die tweede generatie past op de winkel. En de derde generatie verkoopt de winkel. En de vierde generatie kan gewoon weer opnieuw beginnen. Zo. En dat is met de politiek is dat ook zo. Dus er verandert niets. Dus het systeem moet omver. Dus er moet een revolutie komen. Maar ook dit zeg ik al sinds 1986. Ja. En dan moet ik alleen oppassen. Ja, nu moet ik alleen oppassen. Maar nu zetten ze je in de baai, als je dat zegt. Want dan ben je een terrorist. Ja, maar er verandert niks. Ja, hoe kunnen we daar beginnen? Hoe kan ik daar mijn steentje aan bijdragen? Nou, door dit te verspreiden, dat is al stap 1. Ik voel dat namelijk ook wel wat jij voelt. Maar ja. Ik weet zeker dat iedereen dat zo voelt. Alleen, de overheid heeft natuurlijk een fantastisch marketingplan. En dat is gewoon, iedereen moet een eigen huis hebben. Nou, je weet het zelf al wat het is. Vroeger was je een rebel, net als ik. En toen op een zeker moment dacht je mezelf, ja, ik moet nou toch ook volwassen worden. Dus ik koop een autootje. Ja, je had niet die 6.000 of 7.000 euro, dus je leende er een paar centjes bij. Een vaste baan, ja, maar ik moet nou toch ook wel denken aan mijn nageslacht.
Toch werd je ingefluisterd. Ja. Zo, dus je kocht een huisje, je kwam een vrouwtje, er kwam een kindje. Nou, en je zat gevangen. Ja. Nou, en dus er wordt geïnitieerd, zoals wat er gisteren gebeurd is, dan gisteravond dan in de Kleiskou. Is natuurlijk vreselijk. He, weet je wel, die terroristische daad. Is natuurlijk vreselijk. Maar dat is onafwendbaar. Dat gebeurt gewoon nou eenmaal in een vrije maatschappij. Dus dat is het risico. Of we moeten nog verder geknecht worden als dat we al geknecht worden. En dat zal de conclusie ook zijn van de overheid. Jongens, we luisteren nog meer telefoons af. We gaan meer camera's zetten. Jullie moeten vaker je melden. Je moet vaker dit, vaker dat, vaker zus, vaker zo. Want de overheid wil maar één ding en dat is macht uitoefenen. Controle hebben. Ja. En dus moet er angst zijn. Als er geen angst, hebben ze geen controle. Kijk, een zakenman wil geld verdienen. En iemand die sociaal werker is, die wil wat betekenen voor andere mensen. Maar wij moeten niet gaan denken dat die politici daar zitten voor ons. Dus ja, in het begin misschien eventjes. Maar als je kijkt naar die koppen, dan weet je genoeg. Dan weet je gewoon, het zijn carrièrejagers. En dat bewijst het ook wel. Hè? Als ze eruit lopen, of ze krijgen ontslag, of ze worden niet meer gekozen. Ja, dan worden ze dan commissaris van de koningin. Of ze worden voorzitter van, net als die mevrouw die nou die hoofddoekjes moet, €12.000 per maand moet beschikken. Die mevrouw komt ook uit de politiek. Die heeft in de gemeenteraad gezeten. En zo was de ene hand, was de ander. Maar dat doen ook de timmerman en de metselaar en de loodgieter en elektricien ook. Want ze bouwen eerst een huis voor de timmerman. Daarna bouwen ze een huis voor de metselaar. En daarna bouwen ze een huis voor de elektricien. En daarna bouwen ze een huis voor de loodgieter. Ja. Zonder elkaar te betalen. Dus het is precies hetzelfde. Maar zijn mensen dan nog wel te vertrouwen? Vertrouw jij mensen? Ja, ik vertrouw iedereen. Tot het tegendeel bewezen is. Nou, dat is wel een mooi uitgangspunt. Bijna aan het einde van dit gesprek. Wil jij er nog iets aan toevoegen? Nou, ik weet niet hoe lang ik hier gezeten heb. Ik weet ook niet hoe of wat. Ik wil alleen tegen iedereen zeggen van, ja, dames en heren, als u er nog eraan zit, want het is bijna een uur geloof ik. 50 minuten. 50 minuten heeft het geduurd. Ik wil vragen toch of u voor de spiegel gaat staan en tegen uzelf wilt zeggen van, er is maar één persoon die mag oordelen over mij en dat is de persoon die u aankijkt in de spiegel. En ik zou u willen vragen om elke avond te bidden. Want een bidden is een rituaal wat niet voor niets door de mystici duizenden jaren voordat God of Allah of Mohammed of wie dan ook al bestaan had. Namelijk die mystici die wisten gewoon dat je altijd te raden gaan moet bij jezelf. En dat gebed zijn eigenlijk maar drie vragen die je zelf aan jezelf stelt. De eerste vraag is die je vanavond aan jezelf mag stellen voordat je gaat slapen is: wat heb ik vandaag nou geleerd? Wat heb ik nou vandaag geleerd dat ik de macro-kant uitgeblozen heb? Wat heb ik nou vandaag geleerd van die kritiek? Wat heb ik nou vandaag geleerd dat ik wat weggegeven heb? Wat heb ik nou vandaag geleerd dat ik de krant helemaal uitgelezen heb? En de tweede vraag is, wat heb ik vandaag gegeven? Wat heb ik vandaag gegeven van de talenten die ik ooit heb gekregen? Wat heb ik gegeven van mijn liefde, van mijn kracht, van mijn aandacht, van mijn tijd? Wat heb ik gegeven? En als je weet dat je wat gegeven hebt vandaag, dan weet je dat vandaag een waardevolle dag was. En de derde vraag mag zijn, wat heb ik vandaag nou gedaan waar ik trots op mag zijn? En als je dan heel diep nadenkt en je weet het vandaag niet, maakt niet uit, want morgen krijg je een nieuwe kans. Maar als je dan morgen weer tegen jezelf zegt, wat heb ik gegeven, wat heb ik geleerd, wat heb ik vandaag gedaan waar ik trots op mag zijn, dan weet je in ieder geval dat je trots bent dat je er voor de tweede keer gebeden hebt naar jezelf. En ik persoonlijk geloof dat als het eind van deze tijd voorbij is en als deze energie zich omzet in een andere energie, ga jij naar boven toe en daarboven zal iemand staan. En hij, geschreven met een hoofdletter, zal aan jou vragen, wat heb je gegeven van de talenten die ik jou gegeven heb? Dan mag je een antwoord geven. Want elke dag heb je geoefend. En hij zal je vragen, wat heb je geleerd van de toevallen die jou elke dag op je weg hier naartoe zijn ondergaan? En dan mag jij daarop antwoorden. En de laatste vraag zal zijn van hem, geschreven met een hoofdletter aan jou. Wat heb jij gedaan waarop ik trots mag zijn? En het mooie eraan is, er is nog nooit iemand teruggekomen. Dus ik weet ook echt niet of het echt zo gaat gebeuren. Maar ik weet wel dat het hartstikke goed voelt. Ik hou van jou. En dank je voor je tijd. Mooi.